Welkom bij Zeeuwens Heel Naaldwijk. Ik ben Sander Verhulst en ik wil u deze Captur laten zien. Dit is de Renault Captur die we binnen hebben gekregen. Hij is van 2021, hij is van dit jaar. En dit is dan een intense uitvoering, een hele complete. Ook voorzien van de parkeersensoren aan de voorkant, ook aan de zijkant. Dus je kan zich ook inparkeren. En ook de 360 graden camera. Dus hij heeft hier aan de voorkant een camera zitten. En hier onder de spiegel zit een camera. En ook aan de achterkant zit een camera. En als we dan kijken inderdaad in het scherm, dan geeft hij dus aan de auto van bovenaf. Met daaromheen eigenlijk de ruimte die daar is. En ook met de parkeersensoren kunnen we gewoon zien wat hij dan inderdaad voor ruimte heeft rondom. Nou, ook is hij voorzien van all-season banden. Dus hoeft ook niet te wisselen in de winter naar een winterband. Nou, wat heel mooi is, is de combinatie van donkergrijs met zilver. Ook die dakrail staat erop en de haaienvin antenne. Donkere glas. Is de auto ook van voorzien. Dan gaan we de binnenkant nog eventjes bekijken. Nou, smart key heeft de auto ook. Elektrische spiegels, elektrische inklapbare spiegel en elektrische ramen rondom. Het grote scherm zit erin. Het leuke van deze auto is ook dat het een 1300 is. En het 1300 geeft het voordeel dat het een 4-cilinder motor is. Dus geen 3-cilinder, zoals ook bij veel capturen wel het geval is. Maar deze heeft dan inderdaad 4-cilinders. Dus die loopt gewoon wat rustiger dan de 1,0 3-cilinder. Nou, wat we ook kunnen aanpassen is ook de sfeerverlichting aan de binnenkant. Je kan hier bijvoorbeeld inderdaad drukken op het MySense knopje. Dan krijgen we dus te zien MySense Sport of Eco. En daarmee kunnen we ook het een en ander aanpassen. Bijvoorbeeld inderdaad ook de kleur. Maar we kunnen hier ook op drukken. En dan vervolgens inderdaad de verlichting kiezen qua kleur. Dan bijvoorbeeld ook inderdaad blauw. Of natuurlijk inderdaad geel. Of oranje. Of rood. Of groen. Ja, dus er zijn allerlei kleuren die we kunnen, ja, zelf kunnen bedienen, zeg maar. En kunnen veranderen. Dat maakt het ook wel weer leuk dat inderdaad allemaal kan. Nou, wat betreft die camera. Dat is dan deze. Die geeft dus inderdaad rondom beeld. En ook inderdaad gewoon recht naar achter. Dus dat maakt het wat dat betreft makkelijk om in te parkeren. Eventueel als we het de auto willen laten doen, kan het zelfs ook nog. Hè. Er zit ook de parkeerassistent zit er ook op. Dus ook dat is, behoort tot de mogelijkheden. Ook stoelverwarming voor de linker en voor de rechterstoel. Ook in twee gradaties in te stellen. Dus dat is inderdaad ook wel heel erg prettig. Ook de climate control, temperatuur geregelde airco. Je zet hem gewoon op een bepaalde stand en dan houdt hij hem ook gewoon vast. Nou, dit is dan ook een 6 versnellingsbak met de 1300. Dus hij maakt ook minder toeren. Dus ook als we op de snelweg rijden, dan rijdt hij wat dat betreft weer wat rustiger. Wat ook ontzettend mooi is, is de achteruitkijkspiegel. Dit is dan ook een randloze achteruitkijkspiegel en dimspiegel in één. Dus deze geeft ook inderdaad geen knopje meer aan de onderkant. Hij dimt zichzelf, dus daar hoeven we eigenlijk niks meer mee te doen. Nou, verder natuurlijk automatische verlichting, dus ook LED-verlichting. En natuurlijk inderdaad ook de regensensor, die zit hier ook op. Natuurlijk ook de rijbaanassistent, kunnen we ook nog selecteren. Dus dit is echt een hele complete mooie auto. Nou, mocht u interesse hebben, dan horen wij dat natuurlijk heel graag. Laat het dan eventjes weten. En dan maken we graag met u een afspraak. En dan kunnen we kijken of we er misschien uit kunnen komen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En graag tot ziens bij ons in de showroom.